In Den Bosch verschijnen er op verschillende plekken minibiebs, vogelhuisjes of zelfs boekenkasten vol met boeken die iedereen gratis mag lenen. In de wijk Maaspoort is zo'n minibieb sinds een half jaar. Het begon met een 10-tal boeken, dat zijn er nu bijna 500. Ik heb er wel eens over gelezen en dacht van ja, dat is wel leuk, wil ik ook wel doen. Ik ben vaak aan het ruilen in plaats van dingen kopen. Soms ben je bij iemand aan het eten en zie je een boekenkast vol boeken en denk je, oh, eigenlijk wel zonde dat alleen die ene persoon dat leest. En daarom is Joop begonnen met haar eigen bieb. Deze 7 dagen in de week geopend van 11 tot 8 uur. Boeken lenen of halen zonder lidmaatschap, zonder kosten. Fantastisch. Je brengt dus iets mee, je neemt iets mee terug, maar er wordt niet opgeschreven of ik 3 boeken meeneem of 10 of niks. Ik mag gewoon halen, brengen, zoveel als ik wil. Steeds meer bibliotheken sluiten hun deuren noodgedwongen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer initiatieven van burgers voor elkaar. Zoals Den Bosch Ruilt. De minibieb haakt hierop in. Het zijn natuurlijk boeken, maar er hoort heel vaak ook een praatje bij. En mensen vinden het een heel leuk contact. Je hebt een leuk gesprek met iemand. En ze worden ook blij van dat andere mensen een boek wat zij hebben gelezen en uit is, weer heel fijn verder kunnen lezen. En het voordeel is dat het tot 8 uur 's avonds open is. Dus zelfs als ik om 7:30 denk, goh, ik zou eigenlijk best wel een leuke video of een dvd'tje willen kijken. Dan wip ik nog even aan. Je mag alles pakken wat je wil. Stel, morgen is de buurvrouw jarig en je denkt, ik heb geen cadeau. Nou, misschien een mooi boek. Nou, dat zou ook kunnen.